Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 30 december. In een groot deel van het land is het zonnig, maar in het noordoosten en midden van het land komt nog steeds lage bewolking voor. En ook is het hier en daar mistig en de temperatuur ligt daar net iets onder het vriespunt. In het zuiden en oosten van het land ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Het is erg rustig weer en dat blijft het vanavond en vannacht ook. In het noorden van het land loopt de temperatuur iets op en wordt het zo'n 0 tot 3 graden. In het zuiden gaat het weer flink vriezen. In Limburg kan het plaatselijk min 5 worden. Ook kan er weer op diverse plaatsen mist ontstaan of laaghangende bewolking. De grootste kans maakt het noorden van het land op die laaghangende bewolking. In de loop van de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking verder toe en morgen ziet het er dan vrij bewolkt uit. Alleen in Limburg en delen van Brabant schijnt eerst de zon. De temperatuur die loopt uiteindelijk op naar zo'n 2 tot 6 graden. Maar in de ochtend zal het in het zuiden op de meeste plaatsen nog wel blijven vriezen. Er kan ook nog een spatje motregen vallen. En mogelijk valt die neerslag op een bevroren ondergrond en dan zou het lokaal glad kunnen worden. Let u dus op als u vannacht of ook morgenochtend de weg op gaat. De wind die waait uit het zuidwesten is overwegend matig. En dat betekent dat de mist wel geleidelijk aan zal verdwijnen in de vroege ochtend. Tijdens de jaarwisseling is er ook veel bewolking aanwezig. Temperaturen die liggen over het algemeen iets boven het vriespunt. Maar in het zuiden van het land kan het nog wel een graadje vriezen. Op zondag, nieuwjaarsdag, is het bewolkt. En vanuit het noordwesten gaat het regenen. Dat zal in de loop van de middag zijn. In de avond kan er dan in de Limburgse heuvels en ook op de Hoge Veluwe hier en daar wat natte sneeuw vallen. Misschien wordt het zelfs wel een beetje wit, maar een dik pak sneeuw, dat verwachten we nog niet. Zondag overdag wordt het overigens zo'n 2 tot 7 graden. Maandag en dinsdag is het wisselbewolkt en valt er ook af en toe wat regen bij maximum temperaturen rond de 5 graden. De wind die blijft uit het zuidwesten waaien afhankelijk, maar draait geleidelijk aan naar een meer westelijke richting. En dan zien we op de lange termijn toch wel wat dingen veranderen op de weerkaarten. En dat is dan nog niet zozeer volgende week, want dat blijft dus licht wisselvallig, maar vanaf volgend weekend wordt het duidelijk kouder. En op deze grafiekpunten zien de temperaturen, de minimumtemperatuur de kans erop dat hij onder het vriespunt gaat uitkomen, die neemt alleen maar toe vanaf zondag. Dan komen we toch wel in percentages boven de 70%. En dat niet alleen, ook de dagtemperaturen die gaan lager uitpakken. En de kans op ijsdagen neemt ook toe. U ziet onderaan in de grafiek dat de kans op ijsdagen zo'n 30 tot 40% is. Mogelijk dus echt winterweer in de tweede week van januari. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.